gaan vrolijk verder met onze meta-bespiegelingen over het bewijssysteem. Meta, dat wil zeggen dat we niet meer binnen het bewijssysteem werken, maar dat we gaan nadenken over het bewijssysteem. En sterker nog, dat we dingen gaan bewijzen over het bewijssysteem. En de vorige keer hebben we laten zien hoe je kunt redeneren, hoe je kunt bewijzen dat het bewijssysteem zelf sound is. Dat wil zeggen dat alles wat je kunt afleiden, dat dat ook waar is. En dat is evident dus wat je wil hebben. Maar de andere kant op van die bewering is even zo interessant. Namelijk, is elke ware correctheidsbewering ook afleidbaar? Nou, er zijn oneindig veel correctheidsbeweringen. Dus domweg alle beweringen bij langslopen en kijken of ze bewijsbaar zijn, dat werkt niet. Praktisch gezien niet, maar fundamenteel ook niet. Want een van de grootste logici aller tijden, Kurt Gödel, hopelijk hebben jullie daar wel wat van gehoord. Zijn roemruchte stelling is de onvolledigheidsstelling van de rekenkunde. Dus de rekenkunde, dat betreft beweringen als 1 plus 1 is 2. Dat gaat dus over de natuurlijke getallen. En nou, net zo goed als Euclides bijvoorbeeld de meetkunde heeft geaxiomatiseerd. Historisch zou ik niet precies weten wanneer dat gebeurd is, wat er gedaan is, maar piano is iemand geweest die de pianorekenkunde heeft geaxiomatiseerd. Die heeft een stel eenvoudige axioma's neergezet en de standaard bewijsregels plus een inductieschema. Nou, en dat is je axioma-systeem voor rekenkunde, met behulp waarvan je dus willekeurige beweringen kunt proberen formeel te bewijzen. En dat is dus wat ook in de praktijk gedaan wordt. Of, nou ja, meestal zijn de wiskundige bewijzen niet helemaal zo formeel, maar in principe kun je daarmee, als je twijfelt aan een argument, een wiskundig argument, dan zou je in principe dat argument kunnen formaliseren in de pianorekenkunde. En meneer Gödel die heeft laten zien dat niet alleen de pianorekenkunde niet volledig is, dus dat er ware rekenkundige berekeningen zijn die je niet kunt afleiden, maar dat er überhaupt geen bewijssysteem voor de rekenkunde bestaat met behulp waarvan je alle ware rekenkundige beweringen kunt afleiden. Ja, het is misschien ook wel een beetje leuk om de context daarvan te beschrijven of te vertellen. Ja. Dat is, het was David Hilbert met zijn Hilbert-programma die stelde, dat moeten we kunnen. Ja. Maar dat was helemaal niet zeker. Nee. Hij presenteerde zijn programma, terwijl volgens mij was een dag daarvoor dat Gödel zijn onvolledigheidsstelling had gepresenteerd in dezelfde ruimte. Oh, dat weet ik. Dus al een dag voordat hij zijn programma presenteerde, ja, van hier moeten we de aankomende 100 jaar mee bezig, ja, had Gödel al laten zien dat het niet zou lukken. Ja, dat nee, inderdaad. Hilbert meende nog dat de hele wiskunde inderdaad, als je maar, en in feite waren daarvoor volgens mij Bertrand Russell met de Principia Mathematica streefde daar ook naar om de onze hele kennis over de wiskunde te formaliseren. En zelfs niet alleen de rekenkunde, maar gewoon alle mogelijke wiskundes, ja, vanuit basisprincipes helemaal op te bouwen. Ja. We kunnen een gigantisch project. Maar de onderliggende gedachte was ook dat we uiteindelijk alles zouden kunnen formaliseren op basis van enkele eenvoudige principes. Ja, en ook mechaniseren. Hè? Dat was ook een van de idealen. Dat is een soort een vrij directe consequentie van het axiomatiseren. Want in principe kun je een bewijssysteem mechaniseren, axiomatiseren. Ja. Je kunt er computerprogramma's voor ontwikkelen die automatisch bewijzen genereren. En dat kan blind, dat ze maar gewoon. Dat is volgens mij ook
Nou, sterker nog, recentelijk zijn er ook AI-technieken gebruikt, machine learning technieken voor het automatisch vinden van wiskundige stellingen. En er is recentelijk kwam daar wat interessants uit. Hoewel, dat werd nog wel betwijfeld voor deze of gene, in hoeverre dat inderdaad ook wel interessant was, of in hoeverre dat ook echt als een sterk punt voor mogelijke toepassingen van machine learning. Ik weet niet meer precies wat dat betrof, maar dat zou je eens kunnen googlen, machine learning en theorem proof. Ja, ja. Maar in ieder geval, meneer Gödel die heeft laten zien dus dat er geen volledig bewijssysteem bestaat voor de rekenkunde. Net wat Hans zei, slecht nieuws voor de automatiseerders onder ons. Goed nieuws voor de wiskundigen natuurlijk. Dan hebben ze altijd nog wat te doen. Ja, die blijven dus altijd nog wat te doen te hebben. Ja, die hoeven niet naar huis te sturen. Ja. Maar oké, zou je al denken, leuk verhaal allemaal. Maar wat heeft dat nou te maken met ons? Hè? Met het bewijzen, correctheidsbewijzen voor programma's. Nou, een hele simpele link bestaat er. Namelijk, P staat hier voor een rekenkundige bewering. Nou, het is evident zo dat een willekeurige rekenkundige bewering is waar, dan en slechts dan deze correctheidsbewering waar is. Namelijk, je hebt de skipstep, het doet niks. En als, vanuit begin, als dit geldt, dat vanuit elke begintoestand na afloop van skip P waar is, ja, dan moet dus P waar zijn in elke begintoestand. En dus in elke toestand, met andere woorden, P is een ware rekenkundige bewering. Dus zou je een volledige axiomatisering hebben, hè, zou je alle correctheidsbewijzen kunnen afleiden, ja, dan heb je daarmee, hè, wil je ook een bewijstechniek voor alle rekenkundige beweringen, want in plaats van kijken of je P kunt afleiden, ga je proberen deze correctheidsspecificatie afleiden. Dus dat is een hele simpele zeg maar reductie, hè, van de vraagstelling naar een compleet bewijssysteem voor programmacorrectheid naar het niet bestaan van een volledig bewijssysteem voor de rekenkunde. Dus ja, oké, dat zou dan nu kunnen denken, einde exercitie of... ja, dat is dan wat. Hè? We kunnen dus deze vraag, hè, van... is elke ware rekenkundige bewering bewijsbaar? Nou, die vraag hebben we beantwoord. Nee. Klaas, Kees. Maar er valt nog wel wat meer over te vertellen. En dat is een aanpassing van de notie van volledigheid. En dat heeft ook wel een beetje te maken, kun je uitleggen of motiveren vanuit het idee dat we informatici zijn. Ja, dus deze reductie naar rekenkundige bewering, kun je ook zeggen, ja oké, maar wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in rekenkundige beweringen. Wij zijn geïnteresseerd in de correctheid van formule. En als wij nu als informatici kunnen laten zien dat de correctheid van het programma te reduceren valt tot de waarheid van een stel rekenkundige beweringen, dan gooien we die hele hap over de schutting en dan vragen we de wiskundige netjes die rekenkundige beweringen op te lossen. Nou, dat idee, hè, van die separation of concerns of die taakverdeling, dat specialisme van wij zorgen ervoor, van wij laten zien hoe de correctheid van een programma afhangt van een bepaalde rekenkundige bewering. Nou ja, dan is het vervolgens de taak van de wiskundige om dat uit te vogelen. Nou, dat leidt tot deze notie van relatieve volledigheid. We nemen gewoon aan dat we beschikking hebben over een of ander orakel. Ja. Dus, hè, want we willen ook niet echt afhankelijk zijn van die wiskundigen. We nemen aan dat we gewoon een of ander orakel is die ons vertelt of een assertie, een rekenkundige bewering waar is of niet. Ja. Dat is één ding. Dat is een belangrijke stap, maar daarmee zijn we er nog niet. Die notie van een relatieve volledigheid neemt ook aan dat we in onze assertietaal,
In ons concrete geval is dat de assertietaal van de rekenkunde. Maar in het algemeen kun je ook andere programmeertalen hebben met andere onderliggende data en domeinen. Vandaar deze eis. Namelijk de eis dat de zogeheten zwakste preconditie van een statement met betrekking tot de gegeven postconditie, dat die uitdrukbaar is als een assertie. Dat is het geval in de rekenkunde, maar daarmee met deze additionele eis stellen we ons in staat ook om de relatieve volledigheid voor meertalen met andere onderliggende datastructuren te bekijken. Nou, wat is de zwakste preconditie? Dat is een verzameling van toestanden. Ik heb een gegeven statement S en ik heb een gegeven postconditie Q. Dan is de zwakste preconditie, zijn al die toestanden zodanig dat elke terminerende berekening van die statement S vanuit die begintoestand moet termineren in Q. Ja? Ja, en het is dus een verzameling van toestanden. Ja. En we nemen aan dat die verzameling uit te drukken valt als een assertie. Dat is de expressiviteit. Ja. Ja, dat er één assertie is die dat uitdrukt. Ja. Als dat namelijk niet zo is, en er zijn voorbeelden wel te vinden van talen waarin de zwakste preconditie niet uitdrukbaar is. En daar kan ik een heel eenvoudig voorbeeld van nemen. Neem nou onze programmeertaal. Beperk ons domein tot de natuurlijke getallen voor het gemak. Dus geen booleans of zo, maar gewoon natuurlijke getallen. En stel dat we als operatie hebben alleen de plus. In de assertietaal? In de programmeertaal. In de programmeertaal. Ja. En ook in de assertietaal. En ook in de assertietaal. Ook in de assertietaal. Ja. Nou, als jij de plus hebt in je programmeertaal, dan kun je heel eenvoudig vermenigvuldiging uitdrukken. Ja. Maar die vermenigvuldiging, die kun je niet in de assertietaal van de plus zo zonder meer uitdrukken. Want dan heb je een recursief schema nodig. Ja, en we beperken ons tot de eerste orde logica, ja, waarin dat recursieve schema niet zomaar beschikbaar is. Ja, ja, ik zit even te twijfelen, dat moet je dus wel even bedenken. Maar als jij een assertietaal hebt met alleen plus, dan kun je niet zo zonder meer een formule uitmaken. Bijvoorbeeld een formule in drie variabelen, x, y en z, zodanig dat z het product is van x maal y. Dat kun je laten zien, dat is niet uitdrukbaar in een taal met alleen plus. Ja, is dat zo? Ja, in de eerste orde logica. Ja, in de eerste orde logica. Ja, want als er een hogere orde logica zit, dan kan het wel. Ja, dan kan het wel, maar niet in de eerste orde predicaat logica. Maar met andere woorden, kun je dus een programmaatje maken die de vermenigvuldiging uitdrukt, het resultaat van x maal y is z. Maar dan zul je nooit daar de zwakste preconditie van kunnen uitdrukken. Omdat je daarvoor heb je dus die vermenigvuldiging nodig. Iets dergelijks. Dus het is niet evident dat je in willekeurige assertietaal dit kan uitdrukken. Wel in onze taal. Dus het zijn twee hele sterke aannames. Hè? Ja. Dit is een hele sterke aanname, want we weten al dat dit... Je kunt bijvoorbeeld alle ware uitdrukkingen in rekenkunde... Kun je niet berekenen? Nee, kun je niet axiomatiseren. Dus we nemen iets aan wat niet berekenbaar is. Ja. Dus het is een behoorlijk sterke aanname. Ja. En hier hebben we ook een aanname over de uitdrukbaarheid. Ja. Ja, dus daarmee wil zeggen dat alles wat je in een programmeertaal kunt uitrekenen, op een zekere manier dus ook beschreven moet kunnen worden. En nu vat ik het even informeel samen hoor. Ja. Op een zekere manier beschreven moet kunnen worden in de assertie. Ja. Maar hij moet wel zeggen, dus met betrekking tot onze taal, hè, met de onderliggende datadomeinen van de integers en de booleans, is dit inderdaad niet mogelijk, maar dit wel. Daarin kun je laten zien dat je de zwakste preconditie voor een willekeurige statement en een postconditie kunt uitdrukken. Dat kan. Nou, dit is ook wel mogelijk, maar niet mechanisch. Dus je kunt het niet automatiseren. Maar je kunt altijd nog die wiskundige aan de andere kant van de schutting vragen. Hè? Dus het is niet zo dat het nergens op slaat. Die sukkels komen er lang niet altijd gewoon direct uit. Nee.
Nee, maar dit kan je in bepaalde gevallen wel laten zien. Terwijl dit in het meeste geval niet... Goed, dit is onze notie van relatieve volledigheid. Dus als we, en nu wil ik laten zien dat op basis van deze twee aannames, en nogmaals, deze kunnen we voor onze taal laten zien, dit moeten we echt aannemen, dat voor onze taal, ons bewijssysteem relatief volledig is. Dat wil ik nu laten zien. Ja, en dan is het dus relatief aan het orakel, hè? Ja, daarom heet het relatief. Ja, ja. Ja. Ja, deze eis heeft niet als zodanig een specie. Dat relatieve heeft met name hier al uit. Maar deze eis speelt even zo'n grote rol. Ja. Goed, dus dat wil ik nu laten zien. En daartoe gaan we eerst even kijken naar wat algemene eigenschappen van de zwakste preconditie. En dan zullen we geleidelijk aan zien dat die relatieve volledigheid eigenlijk heel soepeltjes volgt uit die algemene eigenschappen. Dit is de eerste. Als je even de definitie van de zwakste preconditie van die statement S met betrekking tot de postconditie Q tot je door laat dringen, ja, dan is dit een waarheid als een koe. Ja? Dan is dit een tautologie. Want dit zijn precies al die toestanden waarvoor geldt dat elke terminerende executie van S resulteert in een eindtoestand waarin Q geldt. Dus ja, natuurlijk geldt dit als een geldige preconditie die garandeert dat Q na afloop geldt. En is dit trouwens even voor de duidelijkheid, in totale of in partiële correctheid? Ja, oké. Okay. Nee, we doen even simpel, hoor. Ja. We houden het even simpel. Nee, dit is voor partiële correctheid. Ja, dus geen terminatiebewijs. Dit verhaal kun je ook modulo bepaalde aanpassingen ook generaliseren naar totale correctheid. Maar we kijken puur naar partiële correctheid. Pak het even net wat eleganter en simpeler uit. Dus ja, ik hoop, hè, als je even nadenkt over die definitie, dat de geldigheid van deze correctheidsspecificatie, ja, dat volgt per definitie. Nou ja, sowieso volgen al die eigenschappen per definitie. De tweede eis geeft aan, of laat ik eerst zeggen, de eerste eis geeft dus aan dat de zwakste preconditie inderdaad een preconditie is van Q. Deze tweede eigenschap geeft aan dat het de zwakste is. Die zegt namelijk, als ik een willekeurige preconditie heb die garandeert dat na afloop van SQ geldt, dan moet het zo zijn dat P die zwakste preconditie impliceert. Dus in die zin is het de zwakste. Hè? Het is de grootste verzameling van toestanden van waaruit, de grootste verzameling van toestanden die garanderen dat na afloop van SQ geldt. Dus als je een andere geldige preconditie hebt, ja, dan moet dat automatisch een subset daarvan zijn. En een subset in de logica wordt uitgedrukt door die implicatie. Dit kun je ook lezen als de verzameling van toestanden die P waarmaken moet bevat zijn in de verzameling van toestanden die door deze assertie hier beschreven wordt. En nogmaals, dit is gewoon een assertie. Hoe die assertie eruit ziet, daar abstraheren we van. We nemen gewoon aan dat er een assertie bestaat en we redeneren over die assertie in de termen van zijn betekenis, hè? Zoals dat hier gegeven is. Ja, dus deze definitie, hè, deze betekenis van die assertie, die gebruik je om dit te laten zien en om vervolgens dit te laten zien. En ook alle andere eigenschappen, zoals deze. We hebben het assignment axioma gezien. En als je een gegeven postconditie hebt, hoe krijg je dan de preconditie? Nou, gewoon door van een assignment U wordt T, vervang je U door T. Ja, modulo de gedoe met array assignments, maar grofweg, als wij daarvan abstraheren, wordt de zwakste preconditie, of wordt de preconditie berekend door deze substitutie. Nou, je kunt
Het is niet zo moeilijk in te zien dat dat tevens ook de zwakste is. In de assignment axioma zeg je daar niks over. Zeg je alleen, als je dit als preconditie neemt, dan geldt na afloop van die assignment Q. Maar dat het ook de zwakste is, dat zegt dat assignment axioma op zichzelf niet. Dus dat zou je nog moeten bewijzen. Ja, want hoe zou je dat goed kunnen inzien dat het ook daadwerkelijk de zwakste is? Dat kun je inzien en dat is door middel van het substitutielemma van de eerste orde predicaatlogica. En die zegt het volgende, als ik deze assertie, dus dat is Q onder die substitutie, die assertie, als ik die evalueer in een toestand, dan is dat hetzelfde als Q evalueren in de toestand waarin ik die assignment uitvoer. Nou ja, dan volgt daar direct al uit dat het de zwakste is. Want als ik een toestand P heb die dit, en dat is een geldige preconditie van deze assignment, en zou hij deze assertie niet impliceren, ja, dan heb ik dus een toestand waarin P geldt. Mm-hmm. En in diezelfde toestand geldt Q niet onder die substitutie. Maar met de substitutielemma weet ik dan ook dat Q niet geldt nadat ik die assignment uitvoer. Maar dat moet wel. Maar dat moet wel, omdat die gegeven, omdat die P een geldige, de aanname was, die gegeven P was een geldige preconditie van die assignment. Ja. Ja. Dus op die manier kun je laten zien, met behulp van de substitutielemma van de eerste orde predicaatlogica, dat het inderdaad ook de zwakste is. Oké, nou fietsen we verder. We gaan dus dit zijn twee algemene eigenschappen voor willekeurige statements. Nu zijn we eigenlijk bezig met kijken wat de eigenschappen van de zwakste preconditie voor onze verschillende statements. En dat doen we weer met inductie. We kijken naar een simpele basisgeval. Dan kijken we, ja, wat is nou eigenlijk de zwakste preconditie van de sequentiële compositie, et cetera. Dus hier hebben we de zwakste preconditie van een sequentiële compositie van S1 gevolgd door S2 met de postconditie Q. Nou, dat is niet zo moeilijk om dat in te zien dat je daarvoor krijgt door de zwakste preconditie te nemen van S1 met betrekking tot de zwakste preconditie van S2 met betrekking tot Q. Ja. Ja, maar zou het niet werken als je ze omdraait? Nee. Nee, want dan... Dat gaat niet werken. Want, nou ja, intuïtief. Neem een toestand hier, die hierin zit. Ik ga nou beredeneren dat het waar is. Ja. Dan kun je vanzelf ook wel inzien dat het... dat je niet kunt omdraaien. Stel je hebt een toestand die in deze verzameling zit. Dan weet je dus dat... Na een terminerende berekening van S1 zit die in deze toestand. Ja? Maar dat wil zeggen dat na elke terminerende berekening vanuit die eindtoestand van die moet naar S2Q gelden. Dan heb je dus twee berekeningen, eerst van S1 gevolgd door S2 met eindtoestand waarin Q geldt. Nou, die twee berekeningen die plak je aan elkaar. Ja. En dan heb je berekening van S1 gevolgd door S2. Ja. Dus op die manier laat je zien dat in ieder geval deze verzameling bevat is in die. Nou, andersom, neem een toestand hier en stel dus na afloop van S1 gevolgd S2 geldt Q. Nou, als ik zo'n terminerende berekening heb, dan weet ik, dan bestaat er een tussentoestand, hè? De toestand na afloop van S1. Maar die toestand, die is weer een begintoestand van S2 naar Q. Dus die behoort tot deze verzameling. En daarmee is dus de begintoestand, die behoort tot deze hele verzameling. Dus daarmee heb je die andere kant inclusie bekeken. Dat doe ik even snel nou, maar het is wel een goede test voor je begrip om op wat papier is gewoon dat uit te schrijven. Van deze twee inclusies op basis van de definitie van die zwakste preconditie. Ja. Ja, dus het is ook wel de crux hier inderdaad dat je deze gelijkheid opsplitst in de beide zijn bevat in elkaar. Hè? Ja, ja, dat is wel wat. Ze gaan net even anders, die twee richtingen. Ja, ja. Ja. Ja, precies. Nou, dan heb je de if then else. Die kun je op verschillende manieren doen, ook met implicatie, maar ik heb het op deze manier gedaan. Ja, als je
de zwakste preconditie van een ifs en els. Wat is dat? Nou ja, ofwel je hebt de mogelijkheid dat B geldt. Dus dan moet die begintoestand, moet dan natuurlijk in de zwakste preconditie van S1 zitten met betrekking tot Q. Want hij moet garanderen dat na afloop van S1 Q geldt. En anderzijds, als in die begintoestand B niet geldt, ja, dan moet hij dus natuurlijk garanderen dat na afloop van S2 Q geldt. Dus dit volgt eigenlijk ook heel makkelijk. Maar nu, ja, de lastige gast in dit verhaal is natuurlijk deze jongen, de while statement. Nou, even puzzelen en ook met name, je kunt de while statement als een soort met tailrecursie zien. Hè? Want je test of eerst of B is en dan, wat doe je dan? Dan bereken je, of laten we zeggen, eerst als B niet waar is, dan termineert hij direct. Dus oké, dan krijg je dus niet B en Q, dat is één mogelijkheid. Of, nou, er geldt B, maar ja, dan lees je het eigenlijk bijna als een if and else, want dan moet je dus de body uitvoeren. Maar ja, wat komt hier dan? Huh? Nou, ik verklap het allemaal een beetje. Het is een vorm van tailrecursie. De while statement kun je schrijven van als B dan S gevolgd door de while statement weer of niet B en je bent direct klaar. Nou, we zitten dus hier in die dead-tak. Nou, en als je gewoon die tailrecursie uitschrijft, dan krijg je gewoon dit. En dat is dus dezelfde preconditie, zwakste preconditie als die je hier hebt. Ja. Dus het is een recursieve. Het is een recursieve definitie. Ja. Je pleurt hier in dit argument gewoon weer de zwakste preconditie. Ja. Dus het is een recursieve definitie. Ja, circulair natuurlijk. Het is recursief circulair, dus dan is de vraag, is het wel gedefinieerd? Nou, daar ga ik nou niet te veel op in. Dat is zo, dat kun je laten zien, dat het goed gedefinieerd is. Dat het dan inderdaad een oplossing heeft. Maar nogmaals, het basisidee van deze recursieve definitie is eigenlijk deze tailrecursieve definitie van de while statement. While statement, semantisch gezien, hetzelfde als B dan S gevolgd door de while statement. En impliciet is de else tak, als niet B dan termineer je. En dat zie je dus direct weer spiegeld in die definitie van die zwakste preconditie. Ja, dat is nog even een vraag. Want dit zijn algemene eigenschappen die voor de zwakste preconditie moeten gelden. Die gelden. Die gelden, juist. Ja. Juist, want je had op de vorige slide, daar staat de definitie van de zwakste preconditie. Ja. En dit geldt er allemaal voor. Dus dit kan je er allemaal uit bewijzen. Ja. Kun je ook, als je de vorige slide vergeet, dit niet nemen als een definitie? Jawel, dat kan. Dat kan. Zo zijn er ook, dat is al. Onze grote Dijkstra, die heeft een zwakste die is op de proppen gekomen. Zoals Tony Hoor is de man die de pre-postconditiespecificaties heeft geïntroduceerd, met name. Maar Dijkstra is de man van de zogeheten zwakste preconditiecalculus. En dus die ging niet uit van zozeer pre- en postconditie specificaties, maar uit de karakterisering van de zwakste preconditie. En ja, dit zijn de axioma-regels voor die calculus. Maar vervolgens, op basis van een onafhankelijke semantiek, zoals ook in het boek beschreven staat, kun je bijvoorbeeld laten zien dat deze axioma's ook inderdaad waar zijn. Ja, dus dan kijk, de semantiek van onze programmeertaal gebruik je dan als een model waarin deze axioma's dan gelden. Ja. Ja. Goed, maar wij gaan even uit. We hebben een onafhankelijk semantiek, maar daar gaan we nou niet verder op in. Maar met behulp van op basis van die semantiek kunnen we laten zien dat deze axioma's allemaal hier correct zijn. Ja. Dus dat dit een geldige karakterisering, geldige eigenschappen zijn van een zwakste preconditie. Ja. Waarom waren we ook alweer
bezig met de zwakste prik? Ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dat is altijd even goed afvragen, want ik beweerde, wij willen relatieve volledigheid bewijzen. En dat deden we onder de aanname van alle, we hebben beschikking, we hebben een orakel voor alle valid assertions en de expressiviteit van de zwakste preconditie. Toen kom ik, wat lijkt op een zijweg, ben ik me gaan verdiepen in een stel eigenschappen van de zwakste preconditie, maar wel op systematische wijze natuurlijk, zoals je hier ziet, niet zo lukraak wat eigenschappen uit de mouw schuddend. Maar gewoon systematisch. En nu laat ik zien hoe het relatieve volledigheid volgt uit deze eigenschappen. Want hoe kunnen we nou relatieve volledigheid bewijzen? Met inductie naar de statement S gaan we bewijzen dat deze correctheidsformule afleidbaar is. Ja, dat is voldoende. Ja, ja, want waarom is dat voldoende? Dat is voldoende. Oh ja, en voordat we deze hele constructie doen, waarom is het voldoende om dit af te leiden, om dan die relatieve volledigheid te hebben? Of dan moeten we alweer een beetje verder. Ja. Oh, wacht. Nee. Oké, dat heb ik al vanzelfsprekend aangenomen. Ja, dat is misschien nog wel een goede vraag eerst. Ja, waarom is dit zo? Vraag? Grote vraagteken? Nou, dat is niet zo moeilijk in te zien. Dat het volstaat om deze specifieke, en dit is eigenlijk een generieke, voor elke statement S en een gegeven postconditie, is dit een generieke correctheidsspecificatie. En een willekeur, je kunt laten zien, op basis van die eigenschappen van de zwakste preconditie, dat een willekeurige ware pre-postconditie specificatie met Q als postconditie, dus met een willekeurige preconditie van S, die garandeert dat na afloop Q geldt, moet gelden dat P impliceert dit. Want dat hebben we al laten zien. Ja, dat is een eigenschap. Dat is een eigenschap van de zwakste preconditie. Dus als we hier, als we hebben laten zien dat de zwakste de correctheidsspecificatie met preconditie, deze zwakste preconditie, als we die correctheidsformule hebben afgeleid, dan kunnen we met een simpele consequentieregel dit afleiden. Want we weten, bij definitie van de zwakste preconditie, dat een willekeurige ware correctheidsspecificatie met preconditie P die Q garandeert, dan moet dat gelden. En we weten dat dat moet gelden vanuit de definitie, maar we hoeven dan vervolgens dit niet meer te bewijzen. Maar nee, wat we kunnen hier. Dit is een ware implicatie. En we hadden dat orakel. En daarmee we hebben hier niet eens een orakel voor nodig. Want dit kunnen we zelf. Dit volgt gewoon uit de definitie van de zwakste preconditie. Okay. Dus dat kunnen we zelf. Daar hebben we geen orakel voor nodig. Ja, maar waar hebben we dat orakel dan nodig? Want het is een aanname. Hè? Ja. Dat gaan we zo meteen zien. Okay. Dat is een goeie. Dat zou ik niet direct zo weten. Maar dit moet natuurlijk ergens vandaan komen. Ja, anders hebben we een aanname die we niet gebruiken. Dan had je hem niet nodig. Ja, want mijn bewering is, dit is, je hebt geen orakel voor nodig. We nemen aan dat dit waar is, inderdaad. We nemen aan dat dit waar is. Ja, dit is waar, dan en slechts dan als dat waar is. Maar dan zitten we nog steeds op de semantiek. En een ware, dit is een ware assertie, maar dan moet hij ook bewijsbaar zijn. En nou, dat was dat orakel, toch? Nou, nee, dat orakel zegt niet dat het bewijsbaar moet zijn. Zegt alleen dat het waar is. Hoe dat orakel erachter komt, maakt er niet uit. Ja. Maar dat moeten we even in ons hoofd houden, waar dat orakel een rol speelt. Nou, doen we met inductie naar S. Ja. We gaan dus met inductie naar S bewijzen dat deze specifieke correctheidsformule afleidbaar is. Nou, dus we hebben al één eigenschap van de zwakste preconditie was dat gelijk is aan Q onder die substitutie. Nou, dan pas je het assignment axioma toe en dan ben je klaar. Mm-hmm. Ja, want deze twee zijn equivalent voor de substitutie. En dus dan krijgen we hier Q met die substitutie. We weten dat S is UT, assignment axioma. Last case. Easy does it.
Nou, S1 gevolgd door S2. Nou, met de inductiehypothese, dat is wel interessant, moet je wel even over nadenken, maar dan moet ik een inductiehypothese gebruiken van S1 en S2. Nou, deze ligt meer voor de hand, nou eigenlijk liggen ze beide voor de hand. Dit geldt voor willekeurige Q. Hè. Je moet even goed bedenken dat de inductiehypothese zegt dat het voor willekeurige, in dit geval voor S1 en S2, voor een willekeurige postconditie geldt. De inductiehypothese voor S1 en S2 zegt dat voor willekeurige Q de zwakste preconditie van S1 met betrekking tot die Q afleidbaar is en voor S2. Ja. Dat is wel belangrijk, dat het want dan ben je vrij om te kiezen. Dan kies je natuurlijk de inductiehypothese voor S2 met betrekking tot postconditie Q. Dus dan krijg ik de zwakste preconditie van S2 met betrekking tot Q, dat de afleidbaar is. Nou, wat kies ik dan als postconditie van S1? Ja, dit ding natuurlijk. En dan weet ik dat met de inductiehypothese dat deze formule, deze correctheidsformule afleidbaar is. Hè? De zwakste preconditie van S1 met betrekking tot deze postconditie. Maar ja, nu gebruiken we die eigenschap weer. Hè? Dus eerst nog de compositieregel, dan krijgen we deze. En dan krijgen we die eigenschap met de consequensregel, want we hebben net laten zien dat dit equivalent is met dat. Op basis van gewoon puur de definitie van de zwakste preconditie. Dus dat volgt allemaal heel simpel uit. De if-then-else. Dit volgt dus allemaal heel direct uit die eigenschappen. Nou, idem dito voor de keuzestatement, de if-then-else. Dus dat laat ik, als je geïnteresseerd bent, ook om je kennis te toetsen van dit verhaal. Kun je dit eens uitproberen. Maar het is echt niet moeilijker dan dit. Er zijn echt maar een paar redeneerstappen. En nogmaals, het gewoon puur toepassen van de inductiehypothese en die eigenschap van de zwakste preconditie voor zo'n keuzestatement. Ja, dit was natuurlijk het interessantste. Ja, hè, zoals ik al zei, van... Ja, hier was het wel vrij voor de hand liggend, welke postcondities je gebruikt voor de inductiehypothese. Maar hier is het wat minder voor de hand. Ik kan de inductiehypothese gebruiken voor S. Ja, maar dat is voor een willekeurige postconditie Q. Ja, maar dan met de zwakste preconditie van S. Je gebruikt dus de Q op de vorige slide, die instantiëren we nu met de zwakste preconditie van het WOW-programma. Ja, van het hele WOW-programma. Ja. Ja. Dus dat is, ja, dan moet je even opkomen. Ja. Maar wat je kunt laten zien, hoe kom je daarop? En dat zullen we zo zien. Maar we kunnen laten zien dat feitelijk de zwakste preconditie van die gegeven postconditie Q van die hele WOW-statement, dat dit ding... Dat is een invariant van de while statement. En dat gaan we nu laten zien. Mm-hmm. Want, met behulp van de inductiehypothese kunnen we in ieder geval dit al afleiden. Ja. Hè, dat is gewoon. Ja, want de inductiehypothese geldt voor de S. En willekeurige Q. En we kiezen WP, S, accent Q als Q. Ja. Dus dit krijgen we gratis voor niets vanuit de inductiehypothese. Ja. Maar wat ik nou wil laten zien, is dat deze assertie, die zwakste preconditie van S accent, prime, met betrekking tot Q, dat een invariant is. Dus dan moet ik laten zien, even kijken wat ik heb gezegd. Nou ja, dan moet ik dus laten zien dat als deze bewering geldt en B, ja, dat dan na afloop van S dit weer geldt. Maar dat doe ik met de consequensregel, want het volstaat om nou te laten zien dat deze invariant met B tezamen dit impliceert. Dan ben ik klaar, want dan heb ik laten zien dat WP, S accent, Q inderdaad een invariant is. Hè, want dat krijg ik. En dan kan ik de loopregel gebruiken. Ja. En dan kan want in de loopregel weet je dat als dit invariant is,
dan moet de preconditie zijn de invariant en de boolean. Nee, ja. Die komt hiervan. Ja. En dan voer je de body uit en dan moet de invariant weer op het einde gelden. Ja. Dus als ik inderdaad deze implicatie bewezen heb, dan kan ik met de consequentieregel hiertoe concluderen. Ja, want dan dit staat hierboven en met behulp van dit. Ja, het is gewoon een consequentieregel. Ja. En dan de while-regel. En dan pas je de while-regel toe, dan krijg je dus dat na afloop weer natuurlijk de invariant geldt en niet B. Maar ja, waar moeten we nou heen? Moeten we laten zien dat wij moeten nu laten zien voor een willekeurige toestand Q, ja, het programma S-accent, dat dan onze WB S-accent Q inderdaad afleidbaar is. Hè? Dat is waar we naartoe willen. Ja, maar ja, dat staat hier al bijna. Bijna. Ja, alleen hier niet. Daar moet Q staan. Ja, maar ja, dat volgt er al direct natuurlijk. Want als jij in een toestand, als een toestand B niet waarmaakt, en hij is tegelijkertijd, garandeert hij dat na elke terminerende berekening van S-accent Q geldt, dan moet dus ook Q gelden in die toestand. Want B geldt niet. Dus hij termineert het direct, dus dan moet Q gelden. Dus je krijgt direct met de consequence-regel, vanuit dit krijg je dat. En deze implicatie, hadden we die al... Nee, die hebben we volgens mij nog niet gedaan. Nee, die hadden we nog niet gedaan, dus die moet eigenlijk ook nog. Ja, dus maar, we hebben hier weer dat while-programma staan. Ja. En dan hebben we dus uiteraard dat die weakest precondition voor dat while-programma, ja, die bestond uit twee delen. Je kon het zien als zo'n unrolling, de while kun je zien als een if. Ja. Of B geldt, maar dat is inderdaad hier het geval. Ja, en dan zie je dus direct. In de definitie staat dat al gelijk. Ja. 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 Dus dit volgt ook gewoon direct uit die definitie. Ja. En... ja, klaar is Kees. Even kijken, hadden we nog meer? Nee. That's it. Dus in een nutshell, we gaan even zien, vanuit die eigenschappen, toch zo'n beetje in één slide, of twee slides, de volledigheid laten zien. Met een vrij recht toe recht aan inductie naar die statement, dus als we nog even teruggaan. Ja, wat hebben we nou net bewezen? Dit, ja, het inductie dit. Ja. En daaruit volgt dus met dat willekeurige, geldige preconditie. Een preconditie die garandeert dat na afloop van S Q geld, weten we dan dat P dit moet impliceren. Dus als we dit al hebben afgeleid, dan kunnen we met de consequence-regel een willekeurige correctheidsformule over S met postconditie Q afleiden. Ja, en dat is volledig. Ja, ja, relatief volledig. Dat... Kunnen we nog terugkomen op de vraag? Ja. Waar is het orakel geraadpleegd? Waar is het orakel van nodig? Dus er komen een aantal keren, hè? Dus sowieso op het topniveau, waarbij we dus die P impliceert de weakest precondition. Ja. Dat is deze. Hier hebben we een geldige, hè? Dus een ware assertie. Ja. En voor de rest hebben we ook nog in het bewijs van relatieve volledigheid, hè? Van dit inductiebewijs, een aantal implicaties. Ja. Ik zou denken op die plekken dat het orakel gaat worden. Ja, maar ja, dat er orakel zit natuurlijk in dit bewijs. Kijk, want wat is het nou het verhaal? Wij willen zo'n correctheidsassertie afleiden. Maar wij weten natuurlijk niet of dat ding waar is. Mm-hmm. Mm-hmm. En we weten nu dat het volstaat om dit af te leiden. Deze implicatie te bewijzen. Ja. Nou ja, daar heb je dan een orakel voor nodig. Ja. Want dat kan je niet in het algemeen zo zonder meer doen. Ja. Kijk, in feite is ons bewijssysteem heel simpel. Als je, eigenlijk hoef je helemaal niet meer, als we nu eenmaal dit hebben afgeleid, we weten dat dit afleidbaar is, ja, dan heb je eigenlijk, hoef je niks meer, als je een correctheidsbewering hebt, hoef je niet meer een heel bewijs op te zetten over die S. Nee, je neemt dat ene generieke bewijs, dit, mm-hmm, dus één keer. Je hoeft eigenlijk een programma maar één keer correct te bewijzen, namelijk laten zien dat dit bewijs, dus, en dat is eigenlijk generiek, dat heb ik al gegenereerd. Dus je hoeft eigenlijk niks meer te bewijzen.
Want we hebben het al voor willekeurig statement laten zien dat dit afleidbaar is. Dus, ja, wat moeten we nou eigenlijk doen in programma correctheid? We hebben gegeven correctheidsspecificatie en die willen we afleiden. Nou, eigenlijk verstaat het alleen om te bewijzen dat P impliceert de zwakste preconditie van S met P. Maar ja, daar hebben we dus de orakel voor nodig. Ja. Kijk, we hebben wel berekend, als dit zo is, dan geldt dat. Maar ja, wij weten in de praktijk hebben we dit ding gegeven en vervolgens willen we hem correct bewijzen. Dus ja, daar gebruik je dat orakel. Ja, ja, dit is niet een heel erg praktische manier van bewijzen. Hè? Dus want deze WP, hoe schrijf je die op? Op papier? Ja, ja. Nou, dat is beginnen aan. Hè? Dat inductieschema, dit suggereert dat het wel simpel is. Hè, van, zwakste preconditie is gewoon substitutie. Dit is ook wel te doen, dit is ook wel. Maar ja, dit uitdrukken, je moet laten zien dat er zo'n assertie bestaat. En in tweede orde, bijvoorbeeld in tweede orde logica, zal het relatief makkelijk zijn, want dan kun je gewoon een recursief predicaat definiëren. Maar dan wordt het redeneren ook weer extra moeilijk. En hoe we dat in onze assertietaal moeten doen, dat kan wel. Je kunt namelijk voor laten zien dat voor in onze taal de zwakste preconditie voor willekeurig statement S uitdrukbaar is, maar dat gaat helemaal via codering truc. Want ja, het is natuurlijk een beetje raar, want je praat over dit is een verzameling van toestanden. Maar in de betekenis, even teruggaan. In de betekenis praat over berekeningen. Ik zit in een toestand, dan kan ik alleen maar zeggen een variabele x is groter dan y. Of x is dit of wat dan ook. Maar hoezo kan ik praten over berekeningen in een toestand? Over berekeningen van een statement? De rekenkunde kent geen programma's, kent alleen maar getallen. De rekenkunde kent op zich ook geen berekeningen, semantiek van programma's. Dus hoe in godsnaam zou ik hier een assertie voor kunnen verzinnen? Dat zou je bij voorbaat al kunnen zeggen van ja, hallo, hoezo? Rekenkunde gaat over getallen. Hier heb ik een bewering die gaat over berekeningen en programma's. Nou, dus eigenlijk komt dat gebruikje dezelfde truc als Gödel gedaan heeft. Want Gödel heeft dit bewezen door in zekere zin in de rekenkunde zelf bewijzen te coderen. Hij heeft eigenlijk, het basisprincipe was een leugenaarsparadox, van deze zin is onwaar. En hij heeft een zin gemaakt, geconstrueerd of laten zien, dat je zinnen kunt, rekenkundige beweringen kan maken, die van zichzelf zeggen dat ze niet bewijzbaar zijn in een of ander bewijssysteem, gegeven bewijssysteem. Nou ja, dan heb je ook zoiets, hoezo kan een rekenkundige bewering praten over getallen, en praat niet over een bewijs, laat staan over het bewijs van zichzelf. Nou, dat heeft Gödel opgelost door eigenlijk een simpele coderingstechniek, laten zien dat je kunt gewoon formules, is een rijtje symbolen. Elk symbool kun je laten corresponderen met een getal, dus elke formule is een getal, een rijtje getallen. Een rijtje getallen kun je weer coderen als één getal met priemgetallen. Ja. Ja. Een bewijs is niks anders dan een rijtje van formules. Ja. Elke formule was een getal, dus ik heb weer een rijtje van getallen, dus een heel bewijs is ook weer een getal. Eén getal, ja. En zo heb je dus dat hele bewijs gereduceerd, tot één gecodeerd getal. Tot één getal. Ja. Ja. En sterker nog, wat je dus verder kan doen, is gegeven die codering, kun je ook rekenkundige functies construeren die inderdaad zeggen, hey, dit getal codeert inderdaad een bewijs. Mm-hmm. Je kunt ook je kunt een predicaat definiëren, ja. Zodanig dat het predicaat voor een getal waar is als het een bewijs is, ja. En het predicaat onwaar is als het niet goed gevormd, hè? Dus als het getal niet correspondeert met een bewijs. Ja, precies. Ja. Dus
En dan daar met de behulp daarvan heeft hij dus die zin geconstrueerd, hè, op basis van zijn leugenaarsparadox. Ja. Ik ben niet bewijsbaar, maar dat is dus wel bewijsbaar. Hoe werkt dat dan op het einde? Dat is... Ja, dan moet je dan even denken. Want het gaat erom om te laten zien dat er een ware bewering is die niet afleidbaar is. Ja. Dus, stel die bewering die van zichzelf zegt dat die niet afleidbaar is. Als die niet waar is, dan moet die juist afleidbaar zijn. Mm-hmm. Maar het bewijssysteem is sound. En daarmee zou die dus ook waar moeten zijn. Dus als die niet waar is, dan moet die waar zijn. Dus dan heb je een paradox. Ja. En als hij waar is, ja, dan zegt hij dus van zichzelf al dat hij niet afleidbaar is. Dus dan kan hij ook niet afleidbaar zijn. Ja. Dus uit de definitie van wat hij zegt, ja, ik ben niet afleidbaar, ja. Volgt dus dat je dan een ware bewering hebt die inderdaad niet afleidbaar is. Want nogmaals, hij kan niet onwaar zijn. Want als een bewering zegt ik ben niet afleidbaar en het is onwaar, dan zegt hij dus van zichzelf dat hij afleidbaar is. Ja, terwijl hij maar zegt alles, hij maar alles wat afleidbaar is, is waar. Ja. Dus onwaar impliceert waar. Ja. Dus hij moet wel waar zijn en daarmee niet afleidbaar. Ja. Dus dat is de hele geraffineerde, eigenlijk in een nutshell, wat Gödel verzonnen had. Om op die manier te laten zien dat de rekenkunde niet volledig is. Maar om te laten zien dat je inderdaad dat zo'n formule bestaat, je hebt trouwens een hele recursietheorie is daarop gebaseerd, op definiëren van recursieve functies in de rekenkunde. Maar goed, dan gaan we nou... Maar dezelfde tot besluit... Oh ja, nee, sorry, we gingen over die expressiviteit praten. Nou, die soortgelijke coderingstruc kunnen we gebruiken om dit te formaliseren. Want een berekening is een rijtje van toestanden. Hè? Ja. Zo zou je dat kunnen zeggen. Je begint in je begintoestand en elke keer als er een assignment wordt uitgevoerd, ga je naar een volgende toestand. Nou ja, een compositie van statements, dus een compositie van die rijtjes van wat hij al heeft uitgerekend. Bij een if kies je welk rijtje ga ik nou doen afhankelijk van de begintoestand. Ja. Dus je kunt die berekeningen zien als rijtjes van toestanden. Ja, maar één klein, misschien knullig iets, maar dat is wel belangrijk op te merken. Dat voor onze taal is dat zo, omdat een programma werkt maar op een eindig aantal variabelen. Ja, dat is wel belangrijk. Dus hè? Dat is wel een dingetje. Ja, dus ja. Dat wil zeggen, eigenlijk alleen de enige reden... Kijk, als ik een statement heb die alleen maar werkt op de variabelen x, y en z, dan hoef ik natuurlijk alleen maar te kijken naar de waarde van x en y en z. Ik hoef niet naar al die andere. Ja, dus dus ik zei net, we hebben een rijtje van toestanden. Ja. En stel we willen dat coderen, dan moeten we eerst die toestand coderen. Ja, hè? Precies. Waarom kan je de toestand coderen? Ja. Het is een oneindig ding, want het is voor elke variabele heb je een waarde. Maar dat is niet het geval bij ons. Nou, vanwege die eindige hoeveelheid variabelen die maar gebruikt worden. Ja, maar deels ondergraaf ik me nou zelf, want niet in de aanwezigheid van die arrays. Want we hebben unbounded arrays. Hoe codeer je die? Nee, die kan ik niet coderen. In zijn geheel niet. Nee. Maar dus dit verhaal werkt voor programma's zonder array variabelen? Ja, of met een bound. Ja, gebonden. Want als de array eindig is, dan kun je weer samen als een array eindig is, kun je weer. Dus het geldt niet voor die unbounded arrays. Dan kan dus onze taal met zonder bounds voor arrays, daarvoor geldt dit niet. Maar als je dus bounds stelt op... Dat is nog niet helemaal. Dit gaat een beetje. Het is wel uitdagend, want je zou kunnen zeggen van waarom uiteindelijk in een terminerende programma zijn er hooguit wel een eindig aantal index uit een array. Heb je gelezen? Gelezen geschreven. Of geschreven. Ja. Dus wat die array op het begin was, doet er dan niet toe.
Voor die berekening. Dus het zou kunnen zijn dat je meeneemt in de toestand afhankelijk... codeer je die array niet, maar als je hem gelezen hebt, dan neem je een bepaalde waarde aan en die zet je op die plaats in. Dus eigenlijk, wat ik zeg, zou je kunnen zeggen dat je dynamisch een array bijhoudt als een eindige verzameling van paren, index en waarden. Ja. En die update je iedere keer als je een waarde leest, want dan neem je aan dat je een bepaalde waarde leest en dan voeg je die toe. Ja. En dan schrijf, dan voeg je dat paar toe. Op die manier zou je zelfs, geloof ik, in het unbounded. Maar dat, dat is wel een interessant om dat eens uit te werken. Is misschien wel een interessant onderwerp voor een bachelor-scriptie? Of voor dat zou het uitwerken van volledigheid in het geval van die arrays? Of die expressiviteit van die taal bijvoorbeeld met die unbounded arrays. Bijvoorbeeld op deze manier. Dat je dus niet van tevoren... want dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet al die hele array, een oneindige functie, die kun je dus niet coderen als een getal. Maar misschien kun je, volstaat het om steeds een dynamisch groeiend gedeelte, maar wel steeds eindig bij te houden en dat te coderen. Ja. Dus ik durf nog niet direct te zeggen dat het niet zou werken voor unbounded arrays. Hmm. Maar dan moet je dus wel even een trucje doen. Hmm. Trucje verzinnen. Oké, dit was het verhaal over volledigheid. Redelijk beknopt, wel technisch, maar allemaal toch volgend uit deze simpele... Sorry hoor, dat ik nog even terug ga. Uit deze simpele definitie. Eigenlijk rolt het daar allemaal gewoon uit. En dus deze aanname. Oké, dan dit tot besluit. The famous last words, want het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Die relatieve eis, die eigenschap van relatieve volledigheid, dat klinkt natuurlijk vrij zeg maar soepeltjes. Ik bedoel, je zou bijna zeggen, op die manier kan ik wel al... kan mijn broertje het ook? Kan hij ook wel een willekeurig bewijssysteem volledig bewijzen? Nou, dat gaat niet echt helemaal op. Er zijn talen die zelfs niet relatief volledig zijn. En daar wil ik de volgende keer wel iets meer over zeggen. Dus zo zwak als die eis is, zo makkelijk het lijkt dat een willekeurig programmeertaal en bewijssysteem daaraan voldoet, alle valid assertion en expressiviteit van de fractie preconditie, toch zijn er praktische programmeertalen, niet helemaal, maar wel higher order, programmeertaalconstructies te vinden, waarvoor er überhaupt geen relatief volledig bewijssysteem bestaat. Maar goed, dat bewaren we voor de volgende keer. Oké. Ja. Oké. Oeh.